zeiden aan het begin van het jaar steeds dat de Jupiler League een mooie leerschool voor jullie zou zijn. Was het wat dat betreft vanavond een masterclass in effectiviteit? Ja, ook. Ja, je geeft natuurlijk een 2-0 uit handen. Je moet de derde goal maken ook, vlak na rust al. Dan is de wedstrijd waarschijnlijk ook gespeeld. Je weet dat Volendam natuurlijk 1-op-1 vol gaat spelen, veel druk. Zijn we niet in staat gebleken om dat dicht te houden achterin. Geven we het eigenlijk vrij onnodig, geven we het weg. Ik denk dat als je ooit persoonlijk na een wedstrijd gemengde gevoelens had, dan is het vanavond wel. Dan is het zeker vanavond, maar ik moet zeggen, de teleurstelling over is het meest hoor. Ja, wat je zegt, ik score wel en het ging lekker, maar ja, je verliest 3-2, dus uiteindelijk heb je er helemaal niks aan. Na 7 minuten scoor je inderdaad, vlak na je rentree. Het moet een heel speciaal moment zijn. Ja, zeker weten. Een beetje uitsloven als ik score, want ik score bijna nooit natuurlijk. Dat is een mooi moment, maar wat ik zeg, ja, achteraf staat het 3-2 op de 2-3 op het scorebord. En dan denk je toch, ja, had ik dan maar niet gescoord en dan wel winnen, weet je wel. En toch, na het doelpunt, zag je uitbundig juichen. Komt dan al die frustratie eruit op zo'n moment? Ja, nou, niet eens frustratie. Het was natuurlijk een slecht moment om een blessure te krijgen. Sowieso een blessure slecht. En zeker op dat moment. Dan vergeet je van alles, ja, als je scoort. You were 2-0 up, thanks to a goal from you. Reminded me a bit of your goal against PSV. Is that a goal typical for Dejan Melig? That's a typical goal for me. I get long ball and then I run because I'm fast and I use that because I'm so fast and I can use that like in this game and I show them that I can use my space. De eerste helft was je eigenlijk hier een meester. Ze hebben een kans gehad volgens mij dat ze aan de linkerkant doorkwamen in een kopbal dan. Tweede helft, ze moeten komen natuurlijk. Ik denk twee momenten dat we verkeerd staan of niet met oogeloos staan achterin. En dan staat het 2-2 en dan geloven ze erin. Dan krijg je nog een rode kaart. Wordt moeilijk. Uiteindelijk krijgen zij ook nog een rode kaart natuurlijk. Dan sta je met 10 tegen 10. Maar ja, dan sta je al 3-2 achter. Dan voorzien je nogal wat. Maar dat werkte helaas niet vandaag. When you're 2-3 down, you have a great opportunity to score 3-3. What went wrong? Yeah, it was a great opportunity to score, but I don't know. I didn't was lucky this time. I don't know what I can say for that. Het belangrijkste voor jou is waarschijnlijk dat je überhaupt hebt kunnen spelen. Dat je blessurevrij hebt kunnen spelen. Hoe ging het wat dat betreft, fysiek? Ja, persoonlijk ging het wel goed. Ik had nogal een paar minuutjes meer kunnen maken, maar ik moet het bouwen rustig op. Volgende week is de planning dat ik dan 90 minuten ga spelen. Dus ik kijk er alweer uit. Ja, deze 60 minuten, dat was volgens de planning? Dat was volgens de planning, ja. 45, 60 en in de rust gaf ik gewoon aan dat ik die 60 wel weer volmaken. En dat is verder zonder problemen gegaan? Ja, conditioneel is het goed gegaan. Op de trainingen denk je wel, nou, nu heb ik een goede conditie als je naar buiten gaat. Maar de wedstrijd is toch altijd anders, maar het ging goed. Het is jullie vierde nederlaag nu. Is het misschien wel de nederlaag waar je het meest mee zit, waar je het meest, die het meest pijn doet? Ja, elke nederlaag doet mij pijn. Daar... De manier waarop? Ja, ook. Maar sowieso heb ik nog steeds een bloedhekel aan wat dan ook wat op verliezen lijkt. Dus dat moet je slikken als coach en als spelers. Dat zullen we ook doen. Morgen zullen we dat nabespreken. En dan gaan we weer ons richten op de volgende wedstrijd.